event. He is 13 times champion of the world. It's Phil the Power is de koploper na vanavond. Dat staat in deze wedstrijd op het spel. Phil Taylor tegen James Wade. Ja, Wade natuurlijk de man die in de eerste week van de Premier League dit jaar Phil Taylor voor het eerst wist pootje te lichten. Nadat hij 3 jaar achter elkaar geen wedstrijd verloor. 44 wedstrijden op rij zonder nederlaag. Was het Wade in week 1 die er met 8-6 met de zegen vandoor ging. Toen zat Taylor in een fase waarin hij in de eerste 4 weken van de Premier League 3 keer verloor. Maar ja, Taylor en verliezen, dat zijn we inmiddels de laatste weken weer volledig kwijt in ons hoofd. Dat bestaat niet meer, want Taylor is alleen maar aan het winnen. En niet te weinig ook. En met name de 100 plus finishes van de laatste weken. Mijo. Ja, het is indrukwekkend. En ook het scoren natuurlijk, want de gemiddelde die die paar laatste weken neerlegt, dat is ja, niet van deze planeet zou je bijna zeggen. Vorige week 35-80, de week ervoor tegen Van Barneveld 37-05. Ja, dan had hij ook natuurlijk nog die 8-0 tegen Marlow, waar hij op een gegeven moment een beetje de concentratie kwijt was. Maar ook daar zat hij nog op 32-32. Te zoeken. En we hebben het boven tafel gekregen. Okay. Dus dat moeten we dan natuurlijk nog heel even naar kijken. Ja, nou, dit zijn dus de oefendarts van Taylor. Dus die ze nu even snel het bord in vliegen. 180 begint hij. Dan rijdt hij nog een paar triple 19 achteraan. 74. Ik zag je weten achter staan. Ja, triple 17 en dubbel 18. Nou, alstublieft. Dit is ingooien. Dit is kijk. Ja, dat is heel erg goed. Ja, handje. Klaar. Ja,